Ik ben Lenert Jan Onnes, 34 jaar oud. En ik ben hier, sta hier op mijn bedrijf in Finsterwolde, Noordoost-Groningen, in de Groninger Klei. Mijn bedrijf is 120 hectare groot en ik verteel voornamelijk wintertarwe, suikerbieten, koolzaad, veldbonen, lucerne. En zo'n 10% van mijn bedrijf is agrarisch natuurbeheer. Op mijn erf heb ik ook een aantal dingen gedaan wat ook onder natuurinclusieve landbouw kunt scharen. En vaak zijn het gewoon hele simpele dingen die ook soms niet eens geld hoeven te kosten. Zoals de bomensingel hierachter. Ik heb er expres een paar dode bomen gewoon in laten staan. En elk jaar komt er eigenlijk wel een specht, een bonte specht die dan op die bomen dan zijn holletje maakt. Een andere vrij eenvoudige maatregel die ik toegepast heb, is dat ik in de bomensingels en in de struiken, dat ik het snoeiafval of wat oude takken, die gooi ik er gewoon onderin. Zodat daar ook allemaal weer wat voor de beestjes, dat ze kunnen schuilen en voedsel onder kunnen vinden. Wat je hierachter ziet is een vogelakker. De vogelakker die blijft staan. Dus daarin kunnen de vogels broeden, kunnen ze vanuit eruit vliegen, zo het lucerne in of weer andersom. Er is een struweelhaag is aangelegd op de dijk. Nou, en zo proberen we dus dan zo mooi mogelijke omgeving te creëren voor de vogels. Iets anders wat ik gedaan heb is dat het perceel hier, heb ik daar een groenbemester heb ik gezaaid. Nou, die groenbemester, die, als het goed is van de winter, vriest die dood. En zodat ik daarna dan zonder nog een of andere bewerking te hoeven doen, dat ik zo daar de bieten in kan zaaien. Nou, het idee erachter is dat als ik er niks zaai en het blijft gewoon helemaal zwart, ja, grond waar niks staat, daar gebeurt ook niks in. Dus voor de biodiversiteit in de bodem is het gewoon goed dat er een groenbemester staat. Het is wel iets meer risico. Ik hoop dat voldoende gecompenseerd wordt door toch een mooie bodemstructuur die je er als het goed is voor terugkrijgt. Nou, ik sta nu dus op een perceel waar ik niet keer een grondbewerking op toegepast heb. Ik pas na de oogst vaste mest toe. En met die niet keer in de grondbewerking zorg ik ervoor dat die mest gewoon mooi bovenin in blijft. Dus dat je, als je het gaat ploegen, dan stop je het natuurlijk behoorlijk diep direct weg. En ik hoop met die niet keer in de grondbewerking ook gewoon een mooie structuur van de grond te behouden. Wat natuurlijk ook weer goed is voor het bodemleven en hopelijk ook het waterbergend vermogen. Een ander voordeel is dat het eigenlijk ook gewoon eenvoudiger is. Dus waar je anders en moet ploegen en vervolgens nog hier moet kopbeggen, doe ik het nu in één keer. Het is wel belangrijk dat je een goed vals saaibed maakt, omdat je natuurlijk alle onkruidkruiden die hou je ook bovenin. Maar de meeste jaren lukt dat gewoon prima. Mijn tip aan andere jonge boeren is, je kunt ook prima gewoon klein beginnen. Dus al zijn het wat nestkastjes op je bedrijf of gewoon een klein strookje waar je eigenlijk toch niks mee doet. Dat je daar gewoon eens wat in gaat zaaien. En op het moment dat je ziet dat effect heeft, dan word je vanzelf enthousiast om wat meer te gaan doen.